Dus moest PSV op het allerlaatste moment uitwijken naar Verbier. Tussen de Zwitserse bergen en ver weg van de bewoonde wereld. Ja, er is op dit moment de ontwikkeling gaande dat, dat zie ik bij andere clubs, dat er bijna geen mogelijkheden meer is om oefenwedstrijd te spelen. Tegengehouden door politie of door burgemeester of een combinatie van zaken. Volgens mij hebben wij niet de meest moeilijke supporters. In Nederland heeft PSV een prima imago, maar daarbuiten ligt dat wat anders. Sinds het Münchens-incident in Madrid en een relletje in Duitsland bij Wolfsburg staat PSV er in Europa een stuk minder fraai op. En we zouden meedoen met de Duisburg Cup. En daar werd gewoon vanuit de politie geroepen van, er was ooit een incidentje geweest in Wolfsburg bij de Champions League wedstrijd van PSV. En dat grepen ze aan om ons niet in Duisburg toe te staan. Nou ja, toen kwam ook niet in Hannover terecht. Dus ze moesten binnen 2 weken trainingskampen omgooien. Dus dat is tegenwoordig de ontwikkeling. Een klein groepje vervelende fans die het voor de grote meerderheid verpest. Het is inmiddels een bekend verhaal. Maar de maatregelen die gemeenten tegenwoordig nemen om ongeregeldheden te voorkomen, worden steeds rigoureuzer. Maar ik heb wel de indruk dat er een soort risico-regelreflex is. Dat als er ook maar het geringste risico bestaat dat er iets zou kunnen gaan gebeuren. Dat er gekozen wordt voor de weg van de minste weerstand. En dat zijn draconische maatregelen zoals verbieden. 99% van de supporters worden gedupeerd. En dan vinden wij de wereld op z'n kop. Voor de fans horen de oefenwedstrijden bij de voorpret op weg naar een nieuw seizoen. Maar dat pleziertje wordt ze door de strenge maatregelen steeds vaker ontnomen.